Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van het toernooi wat zichzelf de DBA noemt, de Free For All toernooi. Als jullie de eerste video nog niet hebben gezien, ga zeker naar de eerste video kijken, want de eerste battle heb ik namelijk gewonnen en redelijk goed geplayed ook. Ik denk dat het voor mezelf mijn beste play ooit was. Niet met heel veel geluk, maar gewoon met oké strategieën. Dus ik hoop dat het deze battle weer zo zal zijn. Ik denk voor Maractus, Spiritomb, maar ik moet eerst even kijken wat de rest heeft overigens. Ik sta nu aan de kant van Jordi zo te zien. Even kijken. Check opposing teams. Oké, dit is aan Jordi's kant zijn het hele andere Pokémon's. Perry gaat voor zand. Waar zie je zand? Dus voor mij wordt het Maractus, Spiritomb en toch weer Azumarill, denk ik. Azumarill kan te veel van Perry's Pokémon killen. Dus ik denk dat dat het gaat worden. Dat ik... Dan open ik met Maractus. Dus pak ik Spiritomb en Azumarill. En dan gaan we het daarmee doen. Even kijken naar de items. Ik zie Black Sludge bij Weezing. Of Assault Vest bij Turtonator. Choice Scarf bij Pelipper. Ik denk dat het Choice Scarf is. Rocky Helmet bij Hippowdon. We gaan het zien. Cut Scratch. Cut Scratch. No, 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 no. Cut Scratch. Barbaracle en Hippopotas. Een shiny Barbaracle. Wajo. Valspelerij. Pelipper en Maractus. Een Drizzile. Oké. Dan hoop ik met mijn hele hart dat die Hippopotas helemaal kapot gemaakt wordt. Door Pelipper. Wat een anus dat hij dan op mij gaat. Wauw. Ik heb het vorige potje gewonnen en dan krijgen we dit. Weezing. Ja, die gaat sowieso ook een poison aanval op mij doen. Dat weet ik nou al. Leuk. Leuk! Oh, 1 AP. Oh ja, ik heb de focus session natuurlijk. Oh, wauw. Ik was blij voor niks. Nou, dit wordt mijn potje dus niet. Ah, die Weezing. Ja, ik wil Azumarill nog niet inzetten. Want dan krijgen we die onzin met die Weezing natuurlijk. Kom op, doe damage een keer op elkaar.
Ze hebben moeite met het verzinnen wat voor aanval ze, of, wat voor aanval ze gaan doen. Oké, okay, switch naar Klefki. Wordt geraakt door de spikes. Hippopotas doet ook switchen voor Heatran. Wordt geraakt door de spikes. Weezing doet Will-O-Wisp. Heatran heeft Flashfire. Ik doe Calm Mind. Gaan we het nog een keer doen? We gaan nog een keer proberen te komen. Ik heb een full AP. Hij doet ook spikes. Wat een apen. Toxic op mij. Ja, dat zat er wel in. Reason to Destiny Bomb. Na. En dan krijg ik nog toxic damage natuurlijk. Paddy haat mijn spirit doen. Oehoe, Pain Split, dan is die Heatran misschien wel dood. Nee, dat zal wel niet met mijn Dark Pulse, nee. A plus 2? Nee. Helaas, dat zat er niet in. En de poison damage nog? Oeh, ja, dan gaat mijn spirit doen dood de volgende beurt. Oh, wat kut. Ik kan nog proberen te resten, maar ik denk dat ik dat niet overleef. Ook nog magma storm damage. Ja, dit is een goner. Ik ben een goner. Want ik ben niet als eerst. Eat to protect. Oké. Okay. Light screened. Als ik niet word aangevallen door Jordi, dan heb ik echt geluk. Ja, wow. Oké. Okay. Nice. En oké, dit was een topplay. Oké, dit was een topplay. Dit is wel jammer. Maar misschien dat ik nog wel word geheeld. Dan. Dat is jammer dat niet voorgaat. Oké. Sleep talker deze. Hopelijk op de Heatran dat hij dood is. Oké. Pelipper. Oh, en die wordt niet gehit door de spikes omdat het een flying type is. En Drizzile. Oké. Of Drizzle. Drizzile is de Pokémon. Dazzling Gleam, dat hit ons al... Allebei en mij fucking veel. Oh ja, oh, dit is super. Oh, het was een crit. Oh, leuk.
Leuk! Dan om... Oké, dit is nog niet zover, maar toch. Op de heater en op de heater. Nee, niet op de heater. Wat een vuile onzin zeg. Dus nu merk ik mijn storm al een keer af. Nee, nog steeds niet. Wat een bullshit is dat. Ik hoop dat ze weer allemaal trouwen en setupen. Dat deed 0 damage. En het was toch een crit? Oké. Hij wordt wel weer gehit door spikes. Oh nee, omdat hij levitate heeft natuurlijk. Desmond Green, ja, dan ben ik dood. Na 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 na, get scratch. Als de heater een protect word ik echt boos. Die Weezing killed my one hit. Oh, dat nog. Oh, Regirock. One hit ik die Regirock dood. Nee, die heeft fucking veel defense. En ik vind dat dit heel veel damage doet. Weezing is al geflinched. Dat is niet heel erg nadelig. Het probleem is, ik kill Regirock niet met Aqua Jet. Dus ik moet hem watervallen, anders kill ik die Regirock niet. Ik vind echt dat Rock Slide veel damage doet. Hij Will-O-Wisps, dat is op zich positief. Ik ben benieuwd waar Paddy mee komt nu. Want hij heeft nog twee toch? Hij heeft nog zijn Heatran en zijn Hippopotas. Wel jammer dat de regen is gestopt.
Kijk, kom met hippopotas, met Sandstream natuurlijk. Ik weet niet of ik sneller ben, ik weet niet of Aquajet killt. Ga nog met Aquajet proberen, kom op, kill met Aquajet. Die Barbarical killt mij nu sowieso als hij weer... Re-Hoktar? Oh, hij gaat weg met een Barbarical. Dat kan op zich positief zijn. Klefki. Weezing. Skipt hem ook. Ah, dan had ik wel beter. Oeh, dit is wel positief als de Drizzle nu activeert. Oké, dus stop. Dus stop. Dit boost mijn water aanvallen. Ja, fuck. Ik had moeten... Oh, kut. Nu ben ik dood, hè. Oh, ik leef nog. Oké. Klefki is wel dood. Dat is op zich goed nieuws. Alleen, ik zit wel op mijn laatste 19 HP. Darmanitan, oké. Als hij die Hippopotas swapt voor Heatran, dan doe ik ook nog gewoon decent damage. Oké, die Hippopotas is dood. Scald, oké. Dat deed decent damage. Geen fire. Wel op mij, hè? Nee, niet op mij. Oké, de Pelipper is dood. Ik ga hem niet winnen. Maar er is kans dat ik geen laatste word. En dat vind ik een interessante kans. Want nu komt hij met Heatran. De enige waardoor hij hem wint, is als hij... met Heatran protect doet. Oh, en ik moet hem Aquajet killen. Ja, hij gaat protecten. Dat kan niet anders. Maar ik moet het proberen. Hij gaat hem protecten. Ja, het zat er wel in. Kom op Jordi, gun mij en doe geen poison aanval op mij. Weet je, als het goed is, kill ik nu de Heatran en dan ben ik geen laatste. Kom op, please, please. Gewoon geen laatste, dat zou wel top zijn. Dat is als ik hem Aquajet. Dan is Heatran bij ons zo. Hij failed. Nice. Nice boys. Nice. Geen laatste. En de Ice Punch op de Weezing. Dat betekent dat ik tweede ben. Dat betekent dat ik tweede ben? Oh jongens. Player of kan missen. Ja, ik ben sowieso sneller, dus dan kan ik best voor waterval gaan. Oh, ik ben niet sneller. Ah, oké.
Ja. Ah, dat was een crit. Ik ben benieuwd of ik anders dood was gegaan. In ieder geval tweede ben ik hartstikke tevreden mee. Iedereen, bedankt voor het kijken van deze battle. De volgende battle wordt vast weer spannend. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Adios, amigos!